Antonio Marcos van der P. en Enise Merve B. hielden vorig jaar februari ons land 2 weken in hun greep. Voor het AT bij de caravan nog steeds rustig. Rovend en stelend trokken ze door Nederland. Wij vonden zoveel sporen dat we zoiets hadden. Ja, deze mensen zijn op een of andere manier wanhopig. Hoe loopt dit af? Want die mensen die zijn de remmen kwijt. Meldkamp Fiets Flevoland, goedemiddag. Ik heb hier een dame die was gegijzeld. Elke minuut die telde wel. Je vraagt je af wanneer gaan de eerste doden vallen. De klopjacht is geopend. Goedenavond, dames en heren, en welkom bij deze Hart van Nederland special. Een special over een unieke klopjacht door politie en justitie op een levensgevaarlijk crimineel duo, Antonio Marcos van der P. en Enise Merve B. zijn in april door de rechtbank in Assen veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens een reeks aan ernstige geweldsmisdrijven. Een reeks waar alleen een einde aan kwam doordat een team van 150 politie- en justitiemensen als één man jaagde op het stel. En vandaag vertellen leden van dat team voor één keer hun verhaal. Het verhaal over de jacht op de Nederlandse Bonnie en Clyde. Op maandag 10 februari 2014 rijdt de heer met zijn auto van huis naar zijn werk in Veenoord. Hij rijdt 's nachts om ongeveer 2:10 door het bos. Het is net zijn eerste werkdag. Nou, hier zijn we dan op de locatie waar het eigenlijk allemaal begonnen is, in Echten, op de Ruinerweg. Hier komt het eerste slachtoffer 's nachts aanrijden. En hij ziet een container op de weg en de man denkt, nou wat raar, container op de weg. Hij stopt, laat de motor draaien en als hij uitstapt komen er 2 personen op hem af vanuit de berm. De personen dragen bivakmutsen. De personen hebben een vuurwapen, althans 1 van de 2. Hij wordt achter in de auto in de kofferbak gelegd. Het is niet zo'n grote auto, dus hij is ook, zit eigenlijk al vrij snel klem in die auto. De auto vertrekt en de overvallers rijden het bos in. Het slachtoffer heeft zijn speciale remote startsleutel van zijn auto en zijn gsm nog bij zich. Vanuit de kofferbak belt hij 112. Maar durft niets te zeggen. Als de 112-operator iets zegt, vangt een van de daders iets op. Hij stopt direct, stapt uit, pakt de gsm en gooit de kofferbak dicht. Niet zo goed, zo zal even later blijken. Al die tijd richt hij een wapen als dit op het slachtoffer. Dit is een omgebouwde revolver. Oorspronkelijk was dit een revolver, een alarmpistool. Daar hebben ze een loopje in gefabriceerd en geschikt gemaakt om .22 munitie af te vuren. Het is best wel effectief, zo'n wapen. Van kleine afstand zeer zeker. Dan willen ze wegrijden, maar dat lukt niet helemaal. En de man ziet kansen om te ontsnappen. En op het moment dat hij ontsnapt, het is een keyless card die hij bij zich heeft, kunnen de daders de auto niet meer starten. En ook zij gaan er dan met achterlaten van de auto vandoor. Het slachtoffer vlucht in doodsangst het bos in. Hij klopt aan bij een huis, maar daar reageert niemand. Het is 10 minuten na de overval als hij terugloopt naar de hoofdweg, waar hij zijn auto ziet staan, met daarin zijn gsm. Opnieuw belt hij 112 en vertelt zijn relaas. Een bizar verhaal, zegt teamleider Henk Dekens. Ja, aan de ene kant een hele grove, heel grof strafbaar feit, maar aan de andere kant ook wel weer wat klungelig uitgevoerd. Op en rond de plaats Ligt vindt de politie diverse goederen. Focco Doorn, forensisch expert in Noord-Nederland, onderzoekt al die spullen in het laboratorium in Assen. Wij vinden daar in de buurt, in de directe omgeving van die auto, vinden we 2 fietsen. Die zijn daar kennelijk in nogal wat haast achtergelaten. Bij die fietsen daar lagen een aantal tassen, waaronder deze fietstassen. We hebben dat onderzocht en we vonden daar een beitel, een schroevendraaier. Rollen tape, nylontouwen, een hobby afbrekmesje, diverse latex handschoenen en nog meer bivakmutsen. Uiteraard wordt het bemonsterd op DNA-sporen, hè? Want vooral bij de mond en daar heb je heel veel kans op DNA-sporen. Maar wat we ook doen is natuurlijk zoeken naar vezels en naar haren die
ook van onschatbare waarde kunnen zijn bij forensisch onderzoek. Bovendien vonden we sokken op de weg. En dat kan wel kloppen, want we vonden bij die auto in de buurt vonden we schoensporen die gemaskeerd waren met sokken. Dus als je normale schoenen hebt en je trekt je sokken overheen, dan is het profiel van de schoenen niet duidelijk meer te herkennen. En die vonden we daar ook in de buurt. Terwijl het forensisch team volop bezig is met het veiligstellen van alle sporen, valt de vreemde zaak ook op bij de landelijke eenheid in Driebergen. Dit is het actiecentrum waar wij als landelijke eenheid meldingen monitoren en op inzetten. Ruinen viel op omdat de locatie afwijkend was en de aard van het incident is afwijkend. Meestal bij een carjacking gooien ze iemand uit de auto en nemen ze alleen de auto mee en nu namen ze de persoon mee. Het sporenonderzoek levert een bruikbare vingerafdruk op een blikje energiedrank op en DNA-sporen van twee mensen. Alle sporen worden geanalyseerd. Grote vraag is natuurlijk, zijn de verdachten bekenden van de politie en zitten de vingerafdruk en het DNA in de databanken? Dan is het een dag stil, ja. Wat de politie op dat moment nog niet weet, is dat het onbekende duo nog diezelfde dag hun tweede misdrijf pleegt, in Meppel. Ze breken in een vrijstaande woning. De bewoonster is niet thuis. Het verhaal van Meppel was dat iemand niet op haar werk was verschenen en dat de mensen daar heel alert waren en gingen zeggen van ja, dat is vreemd. Die mevrouw die komt altijd op haar werk en als ze niet komt, dan belt ze. Nu was ze niet gebeld, dus er waren al wat mensen in haar omgeving aan het kijken bij die woning. En net op het moment dat dat gebeurde in de middag, kregen wij vanuit Lelystad de melding. Ja, dan vallen de puzzelstukjes in elkaar. Die melding op 11 februari was van iemand uit Flevoland die 112 belt. Ze heeft zojuist een gewonde vrouw opgevangen. Meldkamer Fiets Flevoland, goedemiddag. Goeiedag met... Ik heb hier een dame die was gegijzeld. Ik heb hier binnen met een blauw oog en wat windmateriaal. Als de politie snel deze kant op kan komen, graag. Die mevrouw, kan ik die zelf ook aan de lijn krijgen? Of ja hoor, ja, momentje. Zij was uiterlijk, was ze gewond. Zij had diverse verwondingen, zichtbaar. En daarom hebben we haar ook gelijk naar het ziekenhuis gebracht. Kort daarop doet ze in Lelystad aangifte van het misdrijf, vertelt teamleider Jan Felix. In eerste instantie denk ik, het is nou te bizar om waar te zijn. Maar al snel nadat wij contact hadden gehad met de collega's in Meppel, want mevrouw zei dat ze uit Meppel kwam, bleek dat haar verhaal op de PD in Meppel ja, eigenlijk volledig overeenkwam met wat ze vertelde. Deze ware nachtmerrie begint als zij op 10 februari 2014 omstreeks 4:15 's middags thuis komt. En daar treft zij een onbekende man en een onbekende vrouw aan. Dat niet alleen, gehuld in haar kleding. Het stel heeft dan al urenlang in haar huis gebivakkeerd en alles doorzocht. Zo blijkt uit politieonderzoek. We zien een huis in grote wanorde. En binnen is het een chaos. Hè. Er waren dingen door elkaar gegooid, kasten doorzocht. Er was gegeten, gedronken, gedoucht. Men had daar gewoon gedurende langere tijd gebivakkeerd. Dat was duidelijk. Als de bewoonster na haar werk thuiskomt, is het direct mis. Nou, ze werd meteen overmeesterd en eigenlijk al vrij snel opgesloten. Ze wordt vastgetaped door de vrouw, om haar voeten, om haar hoofd wordt ze getaped. Haar polsen worden met tape en met een riem aan elkaar gemaakt. In de woning in Meppel vonden we tape. We vonden ook aan de mevrouw zelf nog tape. Hè. Die was geboeid getaped achtergelaten en die kwam bij de politie met inderdaad met tape om haar polsen. In de kast waarin ze gedwongen wordt plaats te nemen, vinden onderzoekers ook een bebloede zeem. Nou, er lag bloed. Dat was tekenen van een worsteling. Ja. Dat was nogal heftig wat daar gebeurd was. Dat konden we zien. Het slachtoffer geeft de code van de kluis en haar pincode, maar niet vrijwillig. Pas na ernstig geweld door het duo. Zij wordt met een mes in haar bovenbeen gestoken. Uiteindelijk wordt ze 2 keer in de liezen gestoken. De vrouw slaat haar daarna ook nog met een pan op het hoofd. En dat doet haar enorm veel pijn, zegt ze. Gewond wordt ze in de kofferbak van haar eigen auto gegooid. Het is dan 19:30 avonds. Het criminele duo vertrekt met de doodsbange vrouw achterin en stopt al snel in Meppel om te pinnen. Datzelfde gebeurt ook 's nachts om 1:00 in Groenlo. Ze rijden verder.
Het slachtoffer heeft geen besef van tijd en afstand, vertelt ze de politie tijdens de aangifte. Ze was in de veronderstelling dat ze misschien wel in Polen was geweest. Maar uiteindelijk bevond ze zichzelf in een bosrijke omgeving. En dat bleek achteraf de Oostvaardersplassen te zijn. Daar was ze dus gedumpt. Ze wordt uit de auto gesleept, bij een boom neergelegd. Er wordt een boom en takken op haar gelegd. Ze wordt verder vastgetaped en vastgebonden. Vanuit Flevoland gaat het criminele duo ervandoor, in de auto van de vrouw. De forensisch coördinator is dan volop bezig met het onderzoek naar de vele sporen in de woning in Meppel. Vingerafdrukken, schoensporen en DNA. We vonden een gebruikte tampon, nota bene. De link naar een vrouwelijke verdachte was ook vrij expliciet, kan ik vertellen. Wie zijn ze? Opnieuw worden op 12 februari de gevonden sporen, DNA en vingerafdrukken opgestuurd naar de politiedatabanken voor een analyse. We kregen al heel snel de melding dat de DACTI, de vingerafdrukken die wij vonden in Echten en die wij vonden in Meppel, van dezelfde persoon waren. Op dat moment wisten we nog niet van welke persoon, maar dat die van dezelfde personen waren. De daders moeten dus een man en een vrouw zijn. Een duo dat veel sporen achterlaat. Het feit dat wij zoveel sporen vonden, dat baarde mij zorgen. Want ik had het idee, we hebben nu Echten meegemaakt, we hebben nu Meppel. En je zag dat het geweld toenam. En de vraag was, wat gebeurt er nu? En voor ons is het eigenlijk het volgende plusje, Meppel, Ruinen, Flevoland. Als je het aard van het incident bekijkt, en dan beginnen we met de eerste, de carjacking. Dat doe je niet om heel rijk te worden. Hè? Maar ze hebben eigenlijk alleen die auto nodig. De tweede zaak waarbij de auto van die vrouw meegenomen is en die vrouw, dat is weer schokkend. Ze hebben die vrouw niet nodig, ze hebben de auto nodig. Dus kennelijk zijn er mensen op pad die een vervoersprobleem hebben en dat op deze manier oplossen. De landelijke eenheid stuurt een helikopter de lucht in. Boven de Oostvaardersplassen. Waar is het slachtoffer uit Meppel precies achtergelaten? Want als je die plaats delict vindt, tref je misschien ook nog sporen aan. En waar is haar auto? En waar zijn de daders zelf? Ik kan zeker mensen herkennen op het moment dat wij op een bepaalde hoogte hangen. Dan kan ik zeker een gezicht herkennen. Tot aan de kleur van de kleding en de schoenmaat wordt wat lastig. Maar ik kan zeker ook de kleur van de schoenen zien. Ja. Ja, dan is het onze taak ook om overzichtsfoto's te maken. Dus dat de recherche-collega's daar verder mee kunnen werken. Nou, na Ruinen en Meppel is iedereen natuurlijk ontzettend gefocust op de volgende melding. Waar komt die vandaan? Dus je ziet dat het personeel, de operators, echt jagen in de meldingen. Zit er een linkje? Is de volgende melding al in beeld? Dan kunnen we dat mee. Dus je gaat ook kijken in meldingen die overvallen, andere verdachte situaties. Of daar gesproken wordt over twee daders. Of daar gesproken wordt over een man en een vrouw. Of daar gesproken wordt over voertuigen die niet uit de buurt komen. Wij gaan echt kijken, is er een lijn of is er een bepaalde route te ontdekken waarop iemand of een duo zich verplaatst. We vliegen nu op 1500 voet en dan kijk naar de snelweg. Als je meekijkt, dan zal je zien dat het een vrij sterk camera is. Want op het moment dat ik een auto wil zien, eigenlijk op zoek ben naar een bepaalde auto, kan ik door simpelweg in te zoomen, kan ik al heel ver komen. Zo sterk is die. Op die manier valt het vaak niet op dat we naar een bepaalde auto op zoek zijn. In ieder geval niet voor degene die in die auto zitten. Maar er is geen spoor van het gewelddadige stel. Ook de auto van het slachtoffer wordt in de eerste dagen na het misdrijf niet gevonden, ondanks inspanningen van het heli-team. Teamleider Henk Dekens is intussen ook volop bezig met de zoektocht. Wij proberen eerst de vluchtige gegevens, zoals wij dat noemen, binnen te halen. En te kijken van, ja, waar kunnen ze langs zijn gereden met die auto. We hadden het kenteken van de auto. Ja, waar hebben ze getankt? Waar zijn ze gezien? Waar staan ze op camera? Waar hebben ze gepind? Dat soort dingen proberen we als eerste binnen te halen. Het is 12 februari rond 2:30 middags als er een nieuw aanknopingspunt komt. De ingestuurde vingerafdruk heeft een hit opgeleverd. Die man waarvan die vingerafdruk was, die had een strafblad. En dat was ons geluk.
En we konden het team dus gelijk al de volgende dag meedelen. Hé, jongens, jullie zijn op zoek naar twee daders, maar één van die daders, dat moet een vrouw zijn. En één van de daders, daar weten wij hoe die heet. De ene helft van het duo is dus bekend. Antonio Marcos van der P. Zijn partner in crime wordt op dat moment nog de onbekende mevrouw A genoemd. Dan ga je natuurlijk in de systemen kijken. Je gaat ook met het OM in overleg en kijken wat er van zo iemand bekend is. Ja, en toen zijn we toch wel geschrokken als je kijkt naar het verleden van die meneer. Hij had natuurlijk al heel wat op zijn kerfstok. De wortels van Antonio liggen in Brazilië. Een paar maanden na zijn geboorte wordt hij geadopteerd door een echtpaar uit het Friese Harkema. Hij groeit erop samen met een broertje. Die is ook geadopteerd. Vanaf zijn puberteit gaat het mis. Hij wordt meerdere keren veroordeeld en krijgt tot twee keer toe jeugd-TBS wegens ernstige misdrijven. Verschillende strafbare feiten met geweld en diefstallen. Ja. En de laatste was dan nog niet eens zo lang geleden. Dat alles weerhoudt hem er blijkbaar niet van om zo openlijk op strooptocht te gaan. Zo vaak vinden we niet een dergelijke overdaad aan sporen. Hier werden we, ik zal niet zeggen onder sporen begraven, maar het was echt bijzonder dat we zoveel sporen vonden. En dat gaf, aan de ene kant gaf het forensisch gezien natuurlijk een prachtig gevoel, hè? Maar aan de andere kant was het nogal beangstigend. Hoe loopt dit af? Want die mensen die zijn de remmen kwijt, het kan ze niks meer schelen. Het is toch meestal zo dat de daders probeerden hun sporen zo min mogelijk achter te laten. Maar wij vonden zoveel sporen dat we zoiets hadden, ja, deze mensen zijn op een of andere manier wanhopig of zijn in ieder geval niet bang om gepakt te worden. Wat de politie op dat moment niet weet, is dat het stel de auto van de vrouw uit Meppel bij het station in Lelystad heeft geparkeerd en zelf met de trein is verder gereisd richting Tilburg. Op 18 februari slaan ze opnieuw toe, in het buitengebied van het Brabantse Lage Mierde. Ruim een week lang houden verdachten zich rustig. Op dinsdag 18 februari 2014 komt het wederom tot een zeer ernstige geweldsexplosie. We zijn hier in Lage Mierde, op de plek waar nu ruim een jaar geleden de overval op de gijzeling in de woning plaatsvond. Op enig moment komt de bewoner thuis met een paard, op paard rijdend. En in de woning zitten dan twee verdachten die daar ingebroken hebben. Ze hebben een pistool en een mes. Het komt al snel tot een worsteling. Hij wordt zodanig toegetakeld dat hij ons eigenlijk niet eens goed kan vertellen wat er gebeurd is. Hij heeft een neusfractuur, een oogkasfractuur, een aangezichtsfractuur. Zijn bovenkaak moest met plaatjes worden vastgemaakt omdat deze helemaal gebroken was. Daarnaast heeft meneer een gebroken rib, zit hij onder de blauwe plekken en huidbeschadigingen onder meer op zijn hoofd. Rond 9 uur lopen twee vrouwen langs de woning. Ze zien het paard van de bewoner los op de weg en horen roepen uit het huis. Als ze polshoogte nemen, worden ook zij overmeesterd. Hun polsen worden vastgetaped met tape. De monden worden afgeplakt met tape. De tape, een rol witte touw, een mes, het komt allemaal uit de rugzak die de vrouwelijke verdachte al bij zich heeft. Ook een vierde man die hooi komt brengen, wordt gekneveld. Alle slachtoffers, onder wie de zwaargewonde bewoner, worden opgesloten. Onder meer in een badkuip en een kast. In een auto van een van de slachtoffers gaan de daders er met hun buit, geld en waardevolle goederen vandoor. Pas later lukt het de slachtoffers om 112 te bellen. De hoofdbewoner is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Die was zwaar gewond. Ja, mensen waren vanzelfsprekend heel erg onder de indruk van alles. Nou, ook in deze zaak geldt dat forensisch onderzoekers een groot aantal sporen vinden. Bloedsporen door de hele woning, op de trap, in en om het bed, op de slaapkamer, bebloede tissues. Ook sporen zoals duct tape, waar mensen mee gekneveld hebben gezeten, en tie rips. De melding komt ook binnen bij de landelijke eenheid in Driebergen. De rode knop wordt ingedrukt. De rode knop is een belangrijk ding. Als er een melding is van 112, waarbij melding wordt gemaakt over een groot incident, dan slaan zij fysiek op een rode knop. Dan gaat een flitser af, zodat de hele werkvloer weet dat er iets gaande is in Nederland. Nou, Lage Mierde is ook weer zo'n kenmerkincident. Kenmerkend weer door het geweld, door de brutaliteit. Het is niet een grote kraak of een overval voor het geld. Het is echt weer een vervoersprobleem of iets wat in het dagelijks gebruik gebruikt moet gaan worden, wat ze daar weg willen halen. Al snel wijst alles erop dat Antonio van der P. en zijn partner in crime, de onbekende mevrouw A.,
hebben toegeslagen in Lagemierde. Het politieteam heeft dan al informatie doorgekregen dat Antonio een vriendinnetje heeft. En ze hebben een foto en naam van haar. Vervolgens zijn we met de getuigen in gesprek gegaan, hier ter plaatse, maar ook op het bureau. En hebben de mensen een foto getoond van twee mensen die wij mogelijk verantwoordelijk zouden houden voor dit delict hier. En één getuige wist ons met 100% zekerheid te vertellen dat het om die mensen zou gaan. De twee zijn bekend. Het gangsterliefje van Antonio heet Enise Merve B. uit Enschede. Ze zit op het Stedelijk Lyceum Zuid, totdat er problemen ontstaan binnen het gezin van Turkse afkomst. Via jeugdzorg, ze is dan 15 jaar, komt ze terecht op een school voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Vermoedelijk ontmoet ze in die tijd haar Antonio. Anders dan haar vriend heeft zij geen strafblad. Wat bezielt het stel om zo huis te houden? Waar zijn ze? Ze moeten worden gestopt. Als je kijkt naar Echten, je kijkt naar Meppel en je kijkt naar Lagemierde, wapengebruik wat daar ook geweest is, ja, dan zie je wel een stijgende lijn in de ernst en de manier van de daders. Nou ja, je bent natuurlijk ook mens, dus je rijdt 's avonds ook naar huis en dan kom je in je eigen huis en je hoopt nooit zo thuis te komen zoals die mensen thuis komen. Dus ja, je bent bang dat het nog weer gebeurt, dus je probeert te voorkomen dat het weer gebeurt. Maar het is maar de vraag, waar zijn ze? Dus dat was wel een hele zoektocht. Er moet vanaf dat moment op meerdere borden worden geschaakt. Het Openbaar Ministerie is als eerste aanzet. Je weet niet of dit mensen zijn die deels nog rationele keuzes kunnen maken, of mensen die misschien door psychische gestoordheid of door een soort fatalisme een hele andere houding aannemen. Wij wisten niet of ze zich misschien schietend een weg naar buiten zouden banen als ze eenmaal getraceerd zouden worden. Wij wisten niet of ze in hun wanhoop, ik noem het maar wat, misschien wel ertoe over zouden gaan om lukraak mensen dood te schieten. Dat weet je niet, dat kun je niet inschatten. Je weet niet wat er in het hoofd van de verdachte omgaat. Daar hebben de slachtoffers mee te dealen gehad en wij ook als OM. En daardoor moesten wij ook beslissingen nemen. En zo komt er op 21 februari een landelijk opsporingsbericht. De namen en foto's van Antonio en Enise worden getoond. Grote gevaar was dat we dit niet zouden doen. Dat daar onschuldige mensen bij zouden komen te overlijden. Ja, en dan kun je later niet uitleggen dat je toch hebt gewacht tot ze zichzelf bijvoorbeeld zouden overgeven of dat je ze op een andere manier zou vinden. De verdachte van de is vuurwapengevaarlijk. Je hebt ook geen idee wat dat opjagen, want dat werd het natuurlijk ook door onze acties, de politieacties, door de media-aandacht. Je weet niet wat dat bij iemand teweeg brengt. En ja, dan moet je dus ook overal rekening mee houden. Ook dat ze, om welke redenen dan ook, misschien zelfmoord wilden plegen of anderen mee wilden nemen in hun acties. Dus een soort serie delicten waarbij sprake is van twee daders die eigenlijk op een soort strooptocht door Nederland gaan. Waarbij het geweld toeneemt en waarbij grote zorgen blijven bestaan over de ernst van het volgende incident. Hè. Er moet gestopt worden en er moet aangehaald worden. Dat is echt wat als een paal boven water staat. Je vraagt je af, wanneer gaan de eerste doden vallen? De klopjacht is nu echt begonnen. Zo verder na de reclame. Antonio Marcos van der P. en Enise Merve B. trokken vorig jaar februari rovend en stelend door Nederland. Onderweg bedreigden, gijzelden en mishandelden ze onschuldige burgers. Meldkamer Politie Flevoland, goedemiddag. Ik heb hier een dame die is gegijzeld. Je vraagt je af, wanneer gaan de eerste doden vallen? Dames en heren, welkom terug bij deze Hart van Nederland special over de jacht op de Nederlandse Bonnie en Clyde. Een team van 150 politie- en justitiemensen zit het criminele duo Antonio Marcos van der P. en Enise Merve B. op de hielen. Maar de tijd dringt. Zorgt het opsporingsbericht op televisie misschien voor de doorbraak? Het vrijgeven van de foto's en identiteit van het roofduo, dat in de volksmond direct Bonnie en Clyde wordt genoemd, zorgt voor veel tips van burgers. Het is inmiddels 22 februari 2014. Het stel lijkt overal op te duiken door heel Nederland. Ook nog in de omgeving van Lagemierde, waar ze hun derde misdrijf pleegden.
Ja, en daar word je echt letterlijk en figuurlijk over plat gebeld. Maar voor ons wel heel erg van belang om elke tip uit te lopen. Op die individuele meldingen wordt ook gereageerd door teams, de observatieteams, arrestatieteams als nodig is. Dus alles werd uitgelopen. Ik weet nog in mijn herinnering dat ik het weekend waar erop volgde echt dag en nacht in touw ben geweest met collega's om alle tips uit te lopen. Om maar aan te geven dat we echt 24 uur de klok rond bezig waren om beide verdachten op te sporen. De klopjacht op de Nederlandse Bonnie en Clyde is in volle gang. Het is maandag 24 februari. Omdat de strooptocht zich door het hele land afspeelt, komen alle betrokken rechercheteams en officieren van justitie samen op de politieacademie in Apeldoorn. Die zaten daar met elkaar te overleggen van nou, wat gaan we opvragen en wat gaan we doen. En daar hebben we met een man of nou, 20, 25 bij elkaar gezeten om te inventariseren wat is er, waar zijn we mee bezig en wat is onze doelstelling. En we hadden afspraken gemaakt over, nou goed, praktisch wie gaat wat doen, hoeveel informatie hebben we. En we stonden 's middags en de namiddag op de parkeerplaats. En toen werden we geïnformeerd dat er op dat moment een schietpartij zou hebben plaatsgevonden op een camping in Enschede. Het voortvluchtige stel dat ervan wordt verdacht een zware mishandeling, een ontvoering en een overval te hebben gepleegd, heeft vandaag in Enschede een schietpartij veroorzaakt. Twee daders, man-vrouw, ernstig geweld. Eigenlijk past alles al in Bonnie en Clyde. Ja, en dan sta je perplex. En dan geldt nog veel meer van, nou, we moeten echt die gasten nu aan gaan houden. Want dat kan wel eens verkeerd aflopen. Je bent nog gedrevener om dat te doen wat je moet doen en nog sneller te doen. Want ja, ze moeten binnenkomen, dat was toen wel helemaal duidelijk. Zes dagen na het gewelddadige incident in Lage Mierde gebeurt wat iedereen al vreest. 24 februari 2014, dat is een datum die de vaste gasten van camping Ostana aan de Oude Buurse Dijk in Enschede niet snel zullen vergeten. Het roofduo blijkt naar Enschede te zijn gereisd, naar een camping. Daar worden ze tijdens een inbraak overlopen door campinggasten. Van der P. schiet dit keer zelfs op een van hen. Een arrestatieteam rukt uit. Het was op 24 februari, 's middags omstreeks een uur of drie in de middag, dat er bij ons een melding binnenkwam dat er geschoten was op een camping in Enschede. Ook rechercheur Benno Hulsink gaat op pad. Hij is de vierde teamleider in Nederland die geconfronteerd wordt met het roofduo. Ja, als je kijkt naar de melding zoals die binnengekomen is, dan zie je dat er volslagen paniek is. In ieder geval bij de meldster, die zich ook verstopte achter een caravan om maar niet gezien te worden. Zij was van tevoren ook al bedreigd door de verdachte met het vuurwapen. Van de P komt naar haar toe, toont haar het wapen, richt dat op haar en vraagt haar de autosleutels af te geven. Dan duwt hij haar tijdens het lopen over de camping een pistool in haar rug en zegt: ik schiet je kapot, ik schiet je overhoop. Het gangsterduo wil er vandoor. Even tevoren heeft Van der P. namelijk een van de campinggasten neergeschoten. Hij is levensgevaarlijk gewond. Het projectiel heeft meneer in de borst geraakt. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat er ook daadwerkelijk geschoten wordt en er iemand ernstig gewond op de grond ligt, ja, dat er totale paniek is daar op die camping. En dan moeten onschuldige burgers het ontgelden. Waarom? Omdat zij op de vlucht zijn. Voor het AT bij de caravan nog steeds rustig. Het observatieteam die wordt ook gealarmeerd. Die gaan in eerste instantie direct, die worden ook gebriefd en die gaan uiteindelijk richting de camping. En die gaan prikacties uitvoeren. Die gaan kijken van oké, waar rijden ze? Is er een signalement van het voertuig? Wat is verwachtbaar waar ze kunnen zijn in het tijdsbestek, zeg maar, van het moment van gebeuren tot aan het moment dat het observatieteam daar ter plaatse is. En dan is het prikken, zoeken. Ja. Dan heb je een aantal eenheden die op de camping iets gaan doen, maar je hebt ook een aantal eenheden die aanrijdend zijn en door de meldkamer op strategische plekken worden neergezet, wetende dat er weer een auto is weggereden die je wellicht in de omgeving nog kunt tegenkomen en je daardoor dus de boeven ook kunt pakken.
De hele omgeving wordt uitgekamd, ook vanuit de lucht, op zoek naar het duo. Dat er vandoor is in een auto die ze hebben meegenomen vanaf de camping. Ze zijn daar gevlucht in een Daihatsu Cuore. Nou, dat is niet een vluchtauto. Dus we hadden al wel samen met de gedragskundige het idee van ja, die gaan ze heel snel omruilen. Want dat is geen snelle auto, dat is een heel klein autootje. En nou, dat bleek ook wel. Al rijdende onderweg zagen ze steeds meer politieauto's rijden. Ze zagen op enig moment al een helikopter in de lucht. Nou, dat heeft hen doen besluiten om bij een boerderij naar binnen te rijden en eigenlijk weer een nieuwe beschuttingsplek te zoeken. Het roofduo is na hun vierde gewelddadige misdrijf op de camping die 24 februari rechtstreeks naar een woning in Enschede gereden. Daar gijzelen ze een oma en haar twee jonge kleinkinderen. Als je probeert voor te stellen wat daar gebeurd is, hè, dat een oma met een kleinkind op de arm naar buiten loopt gewoon om te kijken, goh, wat is er eigenlijk aan de hand, wie komt daar mijn erf op? En vervolgens wordt zij teruggestuurd, bedreigd met een vuurwapen. Krijgt ze zelfs een klap op haar hoofd, waardoor ze bloedend zeg maar, weer de woning werd ingedrukt. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor de slachtoffers echt een traumatische ervaring is. Het oudste kleinkind, een peutertje van 2,5, moet alleen boven blijven. Ze huilt hartverscheurend. De vrouw zelf wordt in een kantoortje vastgebonden. Aan handen en enkels. En dat is gedaan met snoeren die daar voor de hand lagen. En maar dit terwijl zij een baby in haar armen vasthoudt. Het stel dreigt voortdurend zichtbaar met een vuurwapen en een mes. Als de moeder van de kinderen thuiskomt, wordt ook zij direct bedreigd en gekneveld. Dat raak je omdat je ook kinderen hebt en dat je ook een gezin hebt en ook ouders en noem maar op. En als je dan ziet wat daar is gebeurd, dan hoop je dat je dat zelf gewoon nooit overkomt. Het wordt erger. De gijzeling is zo stressvol voor de oma dat ze levensbedreigende hartklachten krijgt. Ook de geestelijke gevolgen zijn enorm. Dat zij anderen met hun gedrag misschien wel voor het leven psychisch beschadigen, dat is voor hen geen issue. En dat durf ik te zeggen. Aan het einde van de middag wordt ook de thuiskomende vader van de kinderen bedreigd en gekneveld. Drama vind ik dat. Iemand, zoals ik het verhaal van de echtgenoot ook even hoor, die onderweg naar huis hoort op de radio dat de politie met een klopjacht achter twee daders aan zit. De vermoedelijke daders van de schietpartij op een camping in Enschede zijn de man en de vrouw die worden gezocht voor meerdere gewelddadige overvallen en gijzelingen. De daders zijn op de vlucht geslagen. En hij stapt zijn woning in en komt dan in die film terecht. Een vreselijke film. Het gangsterduo wil na een gijzeling van 4,5 uur weg met de door hen verzamelde goederen en geld. Hun honger hebben ze al gestild. De koelkast is geplunderd. Ze dwingen de man om 7:15 samen mee te gaan in zijn auto, een Honda, en rijden weg richting Duitsland. Intussen slaan de achterblijvers alarm. De oma overleefde ternauwernood. We gaan niet meer wachten op het volgende incident. Dit was echt de druppel. Het is 25 februari. De jacht wordt opgeschaald. De landelijke eenheid start een SGBO, staf grootschalig bijzonder optreden, met aan het hoofd algemeen commandant Rienk de Groot. Het duo moet worden gepakt. Ik moet eerlijk zeggen dat erger dan die incidenten kon het eigenlijk niet worden. We hadden nog één grote angst als we het over scenario's hebben. Dat was dat er dodelijke slachtoffers zouden vallen. Waar zijn de inmiddels beruchte criminelen? Hoe proberen ze uit de handen van politie en justitie te blijven? En zijn ze nog samen? Ja, je houdt overal rekening mee. Tuurlijk zouden ze bij elkaar weg kunnen gaan, maar wat moeten ze zonder elkaar? Het bleek al wel dat het een stel was wat verliefd was. Er zijn ook termen gebruikt in de pers waar ik niet zo blij mee ben, want het zijn gewoon hele ernstige feiten, het zijn gewoon grote boeven. Ja, ze zouden elkaar kunnen lossen, zeg maar, dat ze elk een kant gaan, maar we hebben wel steeds gedacht, nee, deze blijven bij elkaar. Ja, en ze zouden zich kunnen verkleden, ze zouden iets anders met hun haar kunnen doen. Ja, daar hou je rekening mee. Voor hem was dat denk ik wat moeilijker. Voor haar was het denk ik wat makkelijker om zich te veranderen. Antonio Marcos van der en Elise Merve zijn vanavond op de nationale opsporingslijst geplaatst, omdat het duo zeer gevaarlijk is. De klopjacht op Antonio van der P en Elise Merve B wordt geïntensiveerd. De Duitse autoriteiten en de bevolking worden gewaarschuwd voor hun komst.
Ja, diese beiden Täter, wir haben sie ja hier in Deutschland Bonnie und Clyde genannt, die waren ja sehr gefährlich, weil sie hatten in den Niederlanden schon jemanden angeschossen, in den Bauch geschossen. So musste unsere Bevölkerung natürlich auch vor diesen beiden gewarnt werden. Duitsland ist die meist voor de hand liggende bestemming. Daarom wordt de hele grensregio uitgekampt. De aandacht gaat vooral uit naar een blauwe Honda met kenteken 71 DPLK. Het betrof een blauwe Honda CV, een SUV. Dus het was een redelijk opvallende auto. En dat was weer een aanknopingspunt voor ons om op te werken. Nou, bij iedere melding die toen werd gedaan, die gerelateerd werd aan dat duo, werden we wel gevraagd om te gaan zoeken. In ieder geval collega's te ondersteunen die gingen zoeken. Alle meldingen waar het observatieteam op is gaan rijden, zijn wij met het observatieteam meegetrokken. Om er in ieder geval zo kort mogelijk op te zitten. Dus mocht daadwerkelijk het voertuig van de verdachte worden aangetroffen, dat wij ook direct kunnen acteren op deze verdachte. We hebben altijd de overtuiging gehad dat wij ze zouden pakken. De vraag was alleen wanneer. Dus elke minuut die telde wel. Ze verbleven op een gegeven moment op een camping. Dus alle campingbedrijven in Nederland waren gewaarschuwd. Alle tankstations hadden de beelden van hun. Ja, we hebben zoveel mogelijk mensen gewoon gewaarschuwd. Van, hey, als je deze mensen ziet, bel de politie. Doe zelf niks, maar bel de politie. Waar is het stel? Die eerste aanwijzing komt nog diezelfde dag uit de Duitse A-haus. Zij zijn naar Duitsland gereden, waar mevrouw met de gestolen pinpassen geld heeft gepind. En daarna hebben zij in Duitsland de heer vrijgelaten met medeneming van hun auto. De klopjacht wordt nu ook door de Duitse politie uitgevoerd. Zoekacties zijn er in Keulen en Gronau. En gezien de lijn hadden we ook wel het vermoeden dat ze niet terug zouden keren naar Nederland, maar dat ze op de vlucht gingen. Waar dan ook naartoe, maar niet naar Nederland. Maar daar waren ze toch wel heel bekend. En dan wordt het woensdag 26 februari. Een belangrijke dag in de jacht op het gangsterduo. Door toeval wordt in de vroege ochtend in het Duitse Münster de in Nederland gestolen auto teruggevonden. Een Zeuge had heute Morgen der Polizei einen Hinweis gegeben, dass hier ein Fahrzeug steht mit niederländischem Kennzeichen. Wir haben dann festgestellt, dass es sich hierbei das Fluchtfahrzeug des niederländischen Verbrecherpärchens handelt. Maar het duo, dat ook nu overal sporen achterlaat, is er weer vandoor. Je loopt wel steeds iets achter de feiten aan. Hè? Zij doen iets en dan weet je waar ze zijn. We hebben allerdings keinerlei Hinweise, wo sich das Pärchen im Moment aufhält. Het is in het Bereich Münster niet gezien worden. Wie gesagt, das Auto war leer. En zo steht es immer noch da. Contacten met de Duitsers zijn goed. De organisatie zijn op elkaar afgestemd. Dus eigenlijk wordt het hele circus wat in Nederland terecht opgestart wordt, wordt daar ook in gang gezet. Wir haben daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen in dem Bereich durchgeführt. Wir haben auch einen Polizeihubschrauber eingesetzt, nur wir konnten sie seinerzeit dann nicht finden. Het spoor loopt weer dood. Waar zijn Antonio van der P. en Enise Merve B.? Hebben ze in Münster de trein genomen? Bij de politie in die stad wordt geen melding gedaan van een gestolen auto of een ander ernstig misdrijf dat in verband gebracht kan worden met het tweetal. Alle ogen zijn gericht op Duitsland. Toch komt er die ochtend een tip binnen, juist vanaf de camping in Enschede, waar het roofduo twee dagen eerder toesloeg. Op enig moment meldt een van de bewoners van de camping dat er in een caravan bij hem naast, dat hij daar weer gerommel hoort. De landelijke eenheid heeft daar ook meteen op geacteerd. Er gaat direct een helikopter de lucht in om een arrestatieteam op de grond te assisteren. Een spannend moment getuigen de originele politiebeelden. Ja, kom maar. Blijf nog heel veel beetje op afstand, Evert. Ze zijn bij de laatste knik voor de ingang van de... De sterkte van de camera die toont ook echt vaak wel aan dat wij echt heel erg detail kunnen onderscheiden. Je kunt zien of er iemand in of uit loopt. Je kunt zien of een raam open staat of dicht zit. En daar kan je de collega's ook veel van informatie mee voorzien. Het arrestatieteam is ook komen kijken of ze daadwerkelijk in die caravan zaten en dat bleek niet zo te zijn. Het roofduo is niet teruggekeerd naar ons land. Daarom gaat in Duitsland de klopjacht verder. In Münster hoopt de politie op tips van het publiek. Wie heeft ze gezien?
Om 12:30 'smiddags krijgt de politie een telefoontje. Het wordt de doorbraak. Heute Morgen in den Nachrichten heb ik daar zum ersten Mal das Foto dan gesehen und war mir nicht sofort sicher, sind sie das? Und dann habe ich mir nochmal die Nachrichten eine Viertelstunde später angeguckt und dann habe ich ihn erkannt. Bonnie en Clyde aten de avond daarvoor in Schwerte, in pizzeria La Dolce Vita van eigenaresse Evi Roccasalva. Ze vertelde dat ze een kamer hadden geboekt in het naastgelegen hotel. Uiteindelijk is het toch zo dat wij het moeten hebben van de meldingen van de mensen op straat. Dat is toch steeds in al deze misdrijven zeg maar onze grootste kracht. En dat is ook steeds wat wij terugzien, de sleutel tot de oplossing van zulk soort criminaliteit. Om 3:15 grijpt de politie in. Het vuurwapengevaarlijk duo werd overmeesterd in een hotel in het Duitse Schwerte, vlakbij Dortmund. We hebben dan de speciaaleenheden naar Schwerte gebracht en hebben die beiden dan aangetroffen in een hotelzimmer. Je had het liefst zelf aan willen houden. Beide hatten sich schon hatten ihr körperliches Äußeres verändert. Sie hatten unter anderem sich die Haare gefärbt. Ja, so rot-blond ungefähr. Aber ihn habe ich erkannt. Sie nicht, weil die Haare immer so ein bisschen im Gesicht waren, aber ihn habe ich erkannt, ja. Wir konnten sie überwältigen, ihre Pistole hatten sie griffbereit auf dem Bett liegen. Als dat bericht dan komt, ja, weet je, dan valt er ook een last van je af en ook wel euforie. Ja, en dat is geweldig op het moment dat je zoiets hoort, ja. En toch wel een stukje, een diepe zucht zo van oké, geen slachtoffers meer. Die ze pakt, die pakt ze. Liever dat de Duitsers ze vandaag pakken als wij morgen. Een arrestatie die heel anders had kunnen aflopen. Die festname kwam zeer überraschend, zodat ze niet meer tot de pistolen grijpen konden. Dus eigenlijk zijn ze op een hele nette manier aangehouden en dan is de opluchting is wel groot. Ik ben blij dat het geen shootout is geworden. Want dat had voor hetzelfde geld kunnen gebeuren natuurlijk. Opluchting dus. Het roofduo zit vast. Duitse forensische experts stellen alle sporen veilig voor in het politiedossier. Zoals vingerafdrukken op glazen, op het wapen, de restanten van het gebruikte haarverfmiddel, gekleurde lenzen en eerder gestolen spullen. Tegelijkertijd wil justitie het stel zo snel mogelijk naar Nederland laten uitleveren. Toen al heel snel het bericht kwam dat de verdachte niet wilde meewerken aan overlevering naar Nederland, zijn we naar Duitsland gereden. En samen met de rechercheofficier van het parket hier in Noord-Nederland zijn we met z'n drieën naar de staatsanwalt in Duitsland gegaan. Wat justitie juridisch ook probeert, het stel blijft weigeren. Maar de prijs die het liefdeskoppel moet betalen is hoog. Ze wilden niet meewerken, dat is ook hun goed recht, maar dat betekent wel dat zij heel lang in Duitsland zouden verblijven. Overigens was dat ook voor de Duitsers een reden om ze in, zoals wij dat in Nederland noemen, de beperkingen te houden. Ze mochten geen contact met elkaar hebben, geen contact met de buitenwereld. En dan duiken deze beelden op bij de rechtbank in Münster vlak voor een zitting in verband met de procedure rondom de uitlevering van het gangsterduo. Het stel blijkt aan handen en voeten gebonden. Het zal nog bijna 3 maanden duren voordat Antonio van der P. en Enise Merve B. een voet op Nederlandse bodem zetten. Ze zijn op speciaal transport deze kant op gekomen. Toen ze overgeleverd werden aan Nederland, moesten ze hier weer in verzekering worden gesteld. En dat heb ik toen gedaan. Dus ik had ze beide al gesproken en gezien. Ja, ik denk dat er voor hun ook wel een einde kwam aan een hele hectische tijd waarin ze opgejaagd zijn geweest. Want dat gaven ze aan, hè. Zij voelden zich opgejaagd. Ik heb dat idee zelf nooit gehad, hè. Als je dit soort dingen doet, ja, dan komt de politie achter je aan. Maar het was voor hen ook afgelopen nu. De Duitse autoriteiten hadden ook DNA afgenomen. In principe is dat voldoende, want je mag erop vertrouwen dat de Duitsers dat goed doen. Maar omdat deze zaak zo in de belangstelling stond en wij op dat moment niet wisten of de verdachten zouden bekennen of ontkennen, hebben we gezegd dat gaan we toch nog weer een keer opnieuw doen. Dus we hebben DNA afgenomen, vingerafdrukken hebben we afgenomen en we zijn begonnen met het verhoor. De verhoren lopen niet zoals het politieteam en het Openbaar Ministerie hopen. Dat ze totaal niet willen meewerken. Ze beroepen zich op hun zwijgrecht. En in deze zaak hadden we natuurlijk heel veel bewijs. DNA, dacti, foto en noem alles maar op. En er komt tijdens de voorbereiding op het proces steeds meer bewijsmateriaal binnen. Zo vinden passanten in de bossen bij het Drentse Echte allerlei spullen die het roofduo heeft gedragen tijdens hun eerste delict. De poging tot carjacking en ontvoering. Toch blijft het stel zwijgen.
En dan besluiten de verhoorders het over een andere boeg te gooien. Dus toen hebben wij ook gezegd tegen hun van joh, als je iets wil verklaren, dan heb je hier een telefoonnummer, kun je ons bellen en dan komen we. Dat hebben we ook tegen de advocaten gezegd. Wat er bij mij wel speelt, is dat ik het heel erg jammer vond. Want je wil weten, waarom doe je dit? Wat zijn je motieven? Wat zijn je drijfveren geweest? Dat heeft enige tijd geduurd. En toen belden ze ook dat ze een verklaring wilden afleggen. Ja, dan ga je natuurlijk ook heel anders het verhoor in. In plaats van dat je zegt, ben jij daar geweest, konden we toen zeggen van nou, zeg maar wat je wilt zeggen. En toen liep het ook wat makkelijker. Ja, ze bekennen, maar ze bekennen ook precies het stukje wat wij ze verwijten. Ze hebben iets verteld in het Pieter Baan Centrum, maar ik denk dat ik nog heel veel invul, omdat ze volgens mij nog steeds niet het achterste van hun tong hebben laten zien. Het is 2 maart 2015 als het proces tegen het roofduo begint. Waarom ze het hebben gedaan, vertellen ze, hand in hand gezeten in de verdachtenbank. Ze wilden gewoon hun vrijheid en hadden spullen en geld nodig. Als een rechter vraag je, maar wat is nou je toekomstbeeld en je visie? En heb je dit gedaan omdat je bij elkaar wilde zijn of omdat je de vrijheid wilde hebben? Dan geven ze daar antwoord op, maar op zitting vond ik het heel erg een sumier. Nou, dat is ook wel weer gebleken uit mijn requisitoor. Na 4 dagen proces eist het OM hoge straffen. 16 jaar voor Antonio en 14 jaar voor Enise. Het zijn emotionele dagen voor de vele slachtoffers die elke dag in de rechtszaal aanwezig zijn. Net als veel bij het onderzoek betrokken politiemensen. Het woord spijt is niet gevallen. Ik heb het niet gehoord en ik heb het niet gelezen. Ik had het wel heel fijn gevonden, denk ik, voor de slachtoffers. Ik geloof dat een van de verdachten op de zitting heeft gezegd, ja, maar we waren er heel goed, want we hebben nog met de kinderen hebben we liedjes gezongen en dergelijke. Ja, wat ze daaraan, waar ze bij daaraan voorbij gaan, is dat een moeder ziet dat haar kinderen worden gegijzeld. Jij weet niet wat er in de hoofden omgaat van die verdachten. Misschien zijn die verdachten wel knettergek. Misschien zijn ze het ene moment heel aardig en het andere moment slaan ze door. Ik heb gemerkt dat verdachten zich niet echt hebben kunnen inleven of ingeleefd in de slachtoffers die niet wisten wat hun zou gaan gebeuren. Ga ik dood? Doen ze me iets aan? Overkomen me nog ernstige delicten? En die onzekerheid, ja, dat is gewoon een psychische schade die hen is toegebracht. Dames en heren, de rechtbank. En dan is het 2 april, de dag van de uitspraak. Iedereen wacht in spanning af. Ze hebben deze feiten, zeer ernstige feiten, gepleegd. Ja, en dan ben ik ook wel iemand die zegt, daar moeten ze voor gestraft worden. En dan wat mij betreft ook zwaar gestraft worden. De rechters komen met forse straffen. Voor Antonio het maximum. De rechtbank legt, alles afwegende, aan verdachte, conform de eis van de officier van justitie, een gevangenisstraf op voor de duur van 16 jaar. Antonio heeft zich neergelegd bij zijn straf. Enise, die 12 jaar cel heeft gekregen, heeft inmiddels hoger beroep aangetekend. Nederland is dus wel af van Clyde, maar niet van Bonnie. En wat ook al een dieptepunt is, dat zulke jonge mensen in onze samenleving al zo ver zijn afgegleden. Bonnie en Clyde heeft iets over zich als het romantiek. Er zijn natuurlijk films gemaakt, muziek en dergelijke. Wij tegen de rest van de wereld. En dit is geen Bonnie en Clyde zaak. Als je zag wat de slachtoffers hebben meegemaakt, dan was dat verder van romantisch. Dat kan ik u verzekeren. Dat was een drama. Ja, dat heeft ongelooflijk veel impact. Ook op hun gevoel over de samenleving en hoe ze zich nu moeten begeven in de samenleving.